We hebben net gekeken naar het eerste onderdeel van de Children. Superspannende, mooie rubriek. Volgens mij hebben we een hele blije en trotse top 3 hier aan de tafel zitten. Welkom, dames en heren. Wat we met jullie gaan doen, is even terugblikken op jullie ritten. Want we hebben het zonnetje hier, we hebben mooie sport, we hebben fantastische rondes gezien. Dus we gaan eens kijken hoe jullie het er vanaf hebben gebracht. Dit ging eigenlijk heel goed. Hier kwam ik ietsjes dicht. En toen een klein beetje dicht op de laatste. Nou Liv, wij hebben net teruggeblikt op jouw rondje. Volgens mij ben je heel kritisch op jezelf. Maar je hebt een heel fijn paard. Vertel eens wat over je paard. Ja, ze is heel fijn. Ze is ook nog niet heel oud, maar ze is wel heel voorzichtig en wil me altijd heel goed helpen. Hoe kijk jij naar morgen? Nou, ik hoop dat morgen eigenlijk net zo goed gaat als vandaag. Ik hoef niet per se te winnen, maar ik hoop wel dat het een fijn... Je hoeft niet per se te winnen, zeg je? Dit zou wel heel leuk zijn. We gaan eens kijken naar de nummer 2. Wat daar gebeurde is in het parcours vandaag? De dubbel kwam ik wel fijn in en ook fijn uit. En bij het slootje pakte hij ook echt keigoed aan. Hij keek totaal niet. En ook over de laatste kwam het goed. En toen was ik ook wel blij dat ik foutloos was. Ella, jij zei ik was heel blij toen ik over de finish kwam. Dat hij lekker nul had gelopen. En vrij snel, hè? Je ging als een speer. Wat is de specialiteit van jouw paard? Hij kan vooral best wel snel. En hij kan ook fijn kort draaien. En... hij vindt het ook niet erg als hij mij een keer moet helpen. Dus als ik een keertje net niet helemaal fijn kom, dan is het ook wel fijn dat hij gewoon daar niks van aantrekt en gewoon weer verder gaat. Heb je een tactiek voor morgen? Want je moet nu natuurlijk Liv voorbij in het klassement. Ja, ik wil morgen ook weer gewoon een fijn nul rondje rijden. En ik hoop dat ik dan weer hier kom te zitten. We gaan morgen kijken. Heel veel succes alvast. Ja, Rens, de enige man hier aan tafel. We gaan eens kijken hoe jouw rondje er vanaf ging. 4 kwam een beetje dichte dubbel. Hè. 5 reed ik een beetje schuin aan. De dubbel kwam ik mooi in. En heb je dan iets speciaals getraind zo in aanloop naar dit Nederlands kampioenschap? Nee, ik heb alleen deze maand heb ik alleen thuis gereden. Alleen thuis gereden? Ja. Dus dat is een goede training voor jou. Ja. Nou, hetzelfde vraag als aan de dames. Wat ga je morgen anders doen om Liv en Ella voorbij te crossen? Ja, proberen nog sneller te rijden. Sneller bochten te maken. Dames en heren, ik wens jullie heel veel succes. Ik hoop dat jullie hier morgen weer aan tafel zitten, want dat betekent dat jullie het heel goed hebben gedaan. Geniet ervan en heb ook een beetje plezier, hè? Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.